botsauto's. Hier. Daar moet ik hem mee. Ja, gewoon onderwijs geven. Die willen met de team goed. Ja, goed. Yes, welkom bij een nieuwe video van De Pakjes. Ja jongens, het is allemaal weer zover. Wat is er gebeurd? We zitten in lockdown. Lockdown, we zitten weer met alle winkels weer dicht. Yeah. Alle horeca weer dicht. Behalve de Jumbo. Behalve de supermarkt. Ik heb de Jumbo feest. Ja, gelukkig kunnen we wel een supermarkt, anders krijgen we een beetje honger straks. Ja, het is verschrikkelijk voor alle ondernemers inderdaad. Ja, inderdaad, voor alle ondernemers, voor de horeca en voor alle winkels, vooral in deze periode. En de scholen zijn ook dicht en dat vinden kinderen ook echt verschrikkelijk. Ja, nee! Totaal niet! Ik wil lekker lang thuis blijven. We hebben al 3 weken vakantie. Eigenlijk moesten we naar de school. Eigenlijk wel inderdaad, ja. Nou, zoals je ziet, Sammy vindt het niet zo erg. Nee. Wat hebben we bedacht? 10 kinderen die doen in de lockdown. Dus top 10 soorten kinderen tijdens een lockdown. Ja! Dus eindelijk deze keer de top 10. Dat is echt mega lang geleden. Maar we gaan gewoon weer een top 10 voor jullie maken. En we beginnen natuurlijk bij nummer 1. Papa, ik ga filmen. Ja, ik kan er niks aan doen, schat. In de lockdown, je gaat toch wel even duren. Ik heb een plan. Je hebt een plan? Nou gaan we het krijgen, jongens. En ja, wat gaan we nou doen dan? We zien zo wel. Maar Sam, wat gaan we doen dan? Het is echt veel te koud buiten, jongen. We zien zo wel. Als we niet meer in een pretpark kunnen, dan maken we in de Jumbo een pretpark. Oké, Sam, wat is nu de bedoeling? Zo hard mogelijk duwen. Zo hard mogelijk duwen? Ach, Oké, Sam, en zijn we nu klaar bij onze pretpark? Misschien nog 2? Oké, ik weet er nog wel eentje. Botsauto's. Knallen net als een auto. Nee. Oh, jongens en meisjes. De eerste dag van de lockdown. Het enige voordeel is dat je niet 's morgens op hoeft te staan. Dat je allemaal kinderen moet aankleden en eten moet geven, spullen moet pakken. Gewoon even lekker rust. Goedemorgen. Goedemorgen, wat ben je vroeg wakker? Voor school. Voor school, we zitten in een lockdown, je hebt vakantie. Maar ik wil graag leren. Ja, ze ga gewoon lekker genieten. Nee, ik ga leren. Mag ik hier zitten? Oké. Okay. Wil je wat te drinken anders? Nee, kan ik mijn laptop pakken? Kan ik aan het openen? Het is wel wat je wil doen in je vakantie. Ja. Oké, nou hier is jouw laptop, schat. Oh ja. Alsjeblieft. Wil je anders nu wat te drinken? Nee, ik weet iets anders. Wat ga je doen? Wacht even, papa. Hier. Ja, waar moet ik ermee? Jij gaat me onderwijs geven. Hier de hoek en daar is het bord. En mijn koffie dan? Ja, die drink je zo wel op. Nou, die had je goed, Jesse. 700 min 99. 600 in. 700. Hoe goed? Oké, wacht even. Jesse. Ja? Hoeveel is 815.996 gedeeld door 32.322,5. Nou, hier heb je stift. Hier is mijn koffie. Ah. Ik weet het. Ja, klaar. Wat is volgende? Oh. Hey, Sammetje. Leg de spullen maar daar neer. Ja, is goed zo. Ja, hier. Je al je kleren instoppen. Mijn kleren? Ja, je kleren. Papa, was het druk in de supermarkt? Nee. Het was rustig. Ik heb overal 1,5 meter afstand bewaard. Zeker weten? Ja. Heb je ook nog schone kleren voor me? Ja. Oh, ja. Papa, gaan we even daarin? Even de spullen nemen? Oké.
Mag ik nu doorlopen of? Eén ding! Ja, je mag! Yes! Het is lockdown! Yay! Oké, nu zitten. Blijf! Yes, wat ben je allemaal aan het doen? Iedereen met de type goed dat ja, boeit me niet. Ik pak ze maar. Alleen nog even wat te drinken. Zo, ik ben er klaar voor. Jesse? Ja? Nou, laat het maar. Oké. Okay. Hey, Sebastian. Ik verfilmen. Nee, je moet even jezelf maken. Je weet dat ik gewoon moet werken, hè? Dus ik heb nu echt even geen tijd om iets met jou te gaan doen. Nee, Sam, echt niet doen. Ik moet echt even verder. Ga even iets voor jezelf doen. Straks heb ik misschien even tijd, maar mijn werk gaat gewoon door, hè? Dat jullie thuis zitten. Oké, ik ga even voor mezelf doen. Nee, Sam, niet doen, alsjeblieft. Ik ben hier bezig. Mag ik mee helpen? Sam, ik ben al bijna klaar, maar ik moet nou echt even eten komen. Je moet echt even iets voor jezelf gaan doen. Moet ik vandaag naar school? Oh, Jesse. Nee, joh. Je hebt vakantie. Lekker genieten. Nou, oké. Okay. Is goed. Oké, doei, jongen. Doei. Ik ga toch even nog een keer bellen. Met Tine, vrouw. Hey, met Jesse hoef ik echt niet naar school? Oh, Jesse weer. Hey, jongen. Nee, je hoeft echt niet naar school. Ga lekker genieten van je vakantie. Een fijne feestdagen, jongen. Oké. Okay. Doei. Oh, heerlijk. Dit wordt genieten. Oh, jongens, hoe zitten we dan? Zondagavond. Eigenlijk, wat is er aan de hand? Morgen. Ja, eigenlijk hadden we morgen school. Ja, maar wat is aan de hand? Een lockdown. Een beetje wel echt down van. Ja, down, lockdown. Ja, lockdown. Oh, wat dat moeten is we, het enige grappige. Ja, dat is het enige grappige aan het hele verhaal. Wat moeten we nou doen? Pip en ik zijn er helemaal moe van. Het is vandaag maandag, de eerste dag. Pip, wakker worden weer. Wakker worden. Het is vandaag de eerste dag van de lockdown. Kinderen hoeven niet te school. Jesse, Sepp. Je ligt nog op bed. Jesse? Ja? Wat ga je doen? Naar school. Je hoeft niet naar school, het is toch lockdown? Ja, naar school, het is maandag. Jesse, de school is dicht. Nu spullen pakken. Maar Jesse, het is 8:00 's morgens. Je hoeft niet naar school. Het is lockdown, de school is dicht. Maar ik wil naar school. Nou, doei! Jesse, ik wil niet dat je naar buiten gaat. Jesse! Doei! Jongens en meisjes. Het is 7:30. Maandag.
De lockdown is begonnen. De kinderen horen eigenlijk gewoon nog lekker in bed te liggen. Maar kijk eens wat hier ligt. Jesse in zijn pyjama. Waarom moest ik me aankleden? Omdat we naar beneden wil. Naar beneden wil. Om gezelligheid te hebben. Kom, we gaan naar beneden. Wow. Half acht is 7 uur. Oh, 7 uur zelfs. Wow, dat is echt heel empty, toch? Ja. Oh, Jesse, wat is je bedoeling? Kerstboom aan, zijn gewoon eerst een gezelligheid. Ja, weet je hoe vroeg, jongen? Buiten. Ik heb niet toppen. Ja. Zo, we doen deze even lekker aan. Ik sloop ondertussen de tv en alles wat omheen ligt. Dit lampje aandoen. Oh ja, maar wat is de bedoeling? Gaan we nu weer terug in bed zitten? Een spelletje doen. Een spelletje? Ja. Het is 7:15, jongens. Oh, echt? Wie heeft er zin in een spelletje? Ik. Ja? Oké, okay, nou wij gaan even lekker spellen spelen en jullie kunnen kijken naar de volgende van onze top 10. Ja! We kunnen niet naar pretpark, ook niet naar sportschool en ook niet naar trampolinepark. Ik heb een idee! Ik hou van pizza's. Burger. Nog iets? Natuurlijk, ik heb nu 2 zakken chips. 3 is steefrecht, dus we gaan nog één. Ja, en nou nog suikerwafels. En nog wat een toetje en wat te drinken. Stop. Yes. Snoepjes! Yes, I'm back, kom! Oh ja! Heb je een ei? Het is een ei! Ja! Ik doe dat we dit gaan eten. Dit is toch niet alles, hè? Ja! 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 Oh. Ja! Dat is zoveel Afrika! Ja! Zo, jongens en meisjes, de eerste dag van de lockdown. En Sam zit net als een... Kijk hier, kijk, dit is Sam, jongens. Even wat. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Weer vroeg wakker? Ja, god, ik weet niet. Wat? Hey, actie wel, hè? Take 100. 50.000. Voor school, het is lockdown, we zitten in een vakantie, hè? We zitten in een vakantie. En ik keek weer naar jou. Ja. Je keek weer naar mij? Ja. Alsjeblieft. Ja. Wil je nu? Of je valt over de tafel heen? Sam, even je bek houden. Dat snoep aan het eten is. Die is ook zo. Nee, dat valt tweede. Ja, en de meer mag hij ook niet. Oké, en nu Sam, ze hebben nu klaar bij onze Oké. We kunnen niet naar sport. We
Ik wou ja? Ja, weet je hoe vroeg, jongen? Daar is de donker buiten. Maar daarom maken we juist licht met de kerstbomen. Valt over het ding. Dat is deze. Is oké? Dat is Mattig. Hij heet Rudolf. Ik ben getoest. Koekje Rudolf. En hij is helemaal op het oog. Ja, Sam heeft dat ook. Zag hij? En mama ja. Pap heeft nog helemaal niet getoest. En nog helemaal laag. Van jullie is ook nog niet. Maar helaas, pindakaas. Heb je niet deze geklopt? Oké, nou Jesse die komt net uit bed, hè, want hij heeft hem in de school. Hey, bedankt voor het kijken. Dit was onze top 10. Zullen we vragen aan de kijkers van wat vinden jullie nou leuk in onze video's? Houden jullie echt van top 10? Willen jullie het vaker of willen jullie andere soort video's? Ja, laat het weten. Laat het weten. Pip is er ook bij. En doe even doei zeggen. Hey, doei. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.